Hey, wat leuk. Welkom bij de video. Kijk, we zitten bijna op de 100.000. Ik weet het normaal, ik zeg het zo vaak laatst tijd, maar nu is het echt zo. We moeten er nog zo weinig, dus vergeet zeker even niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, reageer dan even. Ik ben vanaf nu geabonneerd en dan geef ik een reactie een hartje. En ben je al geabonneerd, like dan gewoon even de video. Anders heeft Henkie veel te veel werk in hartjes geven aan mensen. Veel plezier met kijken naar de video. Abonneer, like de video en dan... En ja, dat is het gewoon. Doei! Waarom krijg ik nou een stopteken? Ik heb toch helemaal niks gedaan? Oh, zo. Wow! Zou ik dan heel even in mijn auto mogen kijken? Want ik dacht dat ik hem even op zak had. Nou, als jij even in je auto kijkt, prima. Ja. Jullie weten allemaal wat er nu gaat gebeuren. Oh. En nu zijn ze me natuurlijk kwijt. Oh! Ah! Ah! Nee, stop! Ah! Hey, gaat het van die motor af? Weet je wat Toos is? Nee, ik heb geen idee. Die Toos is volgens mij overleden laatste ouderdom of zo. Nee, dat is niet waar. Yo, dit weet het! Oké, ga maar. Oh. Ja, rij maar. Gewoon rijden. Anders kan je er gewoon in liggen. Nee, we kunnen. Kijk, nu kunnen we. Auw, mijn arm. Auw, mijn hoofd. Oh, jeetje. Ga er anders gewoon in liggen. Dat doe ik toch de hele tijd. Hey Toos, waar was je? Hey Toos, waar was je? Jongen? Waar was je? Ik doe wat de kofferbak open. Nee, die moet dicht. Oké, dicht. Open? Dicht. Of toch open? Henk, hier ga jij maar. Ik kruip er wel in. Jij kruipt erin? Oké, is goed. We kunnen. Nou, kijk Gerard liggen. Ik hou me stevig vast. Gerard, hou je stevig vast. Nee. Goed, je benen tegen de ene kant en je armen tegen de andere kant. Het is heel koud hier. Gaat het, Gerard? Rode garage. Oh, daar zijn we net voorbij. Rode garage. Wie gaan we hier afspreken dan? Met degene die de auto gaat betalen. Ja. Deze? Oh, kijk wat een mooie auto! Wow! Oh. Nou, Gerard, stap maar in de kofferbak. Oké, je moet je auto stappen. Heren, veel rijplezier, hè? Jij stak wel, dit is mijn nieuwe auto, heb ik net gekocht. Mooi is je. Oh, het is krap, is warm! Oké, maar Gerard, je moet ook niet bij de motor zitten. Gerard! Ik wil eruit! Gerard! Oh, jeetje, nou is echt al zijn haar verbrand, Henk. Wat is het toch warm? Gerard! Je moet er niet bij de motor zitten. Ga even aan de voorkant in de kofferbak. Ik denk dat ik nu echt levend verbrand ben. Gerard, je hebt ook geen wenkbrauwen meer. Oké, Gerard, ik zou rustig rijden. Als je het nog één keer probeert, dan kan je het. Dan denk ik dat ook. Toos is wel heel heet. Toos is wel heet. Ja, doe jij de... Zo, Jezus! Nou, ik stap in, Gerard. Toos is straks toch helemaal kapot. Nee, niet zo hard, dat is luid. Toos, je hebt de open. Nee, we houden hem even dicht. Oh. Maar we moeten naar die persoon die daar was met de auto. Oh, we moesten wel naar die persoon. Oh, ja. Toos, rustig! Sorry, Toos. Okay, ik ga terug naar de garage. Toos! Ja, ik hoor het aan die motor! Stap maar uit. Jezus, Mina, ik word eruit! Stap maar uit, ik help jou. 1, 2, 1, 2, ik zit vast! 1, 2, ik zit vast! 1, 2, ik zit vast! 1, 2, is dit je nieuwe dansje? Oh, hey, dat is helemaal niet doen gewoon! Sorry! Henkie. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Wat doe je? Auw! Gerard! Stop nou! Henkie! Stop nou! Ik doe het wel niet! Auw! Oh. Wat was dit? Wie gaf die aan me? Niemand gaf die kopstoot. Dat was een klopgeest. Wat doe je nou? Auw! Waarom geef je me nou de hele tijd kopstoot? Ik vind het een beetje flauw, jongens. Nee, ik ja, ook. Ik ook. Jongen. Oh, jeetje! Wat is dit? Mijn gemeente hier allemaal. Wat gebeurt er nou? Gerard toch? Gerard kan niet meer normaal. Wat is het? Je krijgt wat meer! Nou is het klaar! Bedankt. Gerard! Hey, jeetje, Mina zeg! Het blijft maar doorgaan! Het blijft maar doorgaan! Oh, waar ben je nu dan? Ja, nu ben ik weer bij la... Hey, nu hoor ik hem! Hey, de scheid Thomas, ik wou leuk doen. Ja. Nu moet ik weer mijn stembanden uit en aan doen. Ik weet niet wat hier gebeurt af. Wat is nou? Jeetje, Mina! Gerard, niemand geeft je een kopstoot. Gerard, stop er nou. Gerard. Nee, ik doe dat allemaal niet.
Het is klaar. Het is klaar. Is dit hem? Dit is hem. Zo, heren, ik wil even mijn excuses aanbieden voor Nick. Hij kan niet rijden. Dat maakt niet uit. Oh mijn god. Gaan we deze monteren? Omhoog, aan de kant. Gerard, even aan de kant. Gerard, even aan de kant. Heel goed, heel goed. En ik zou zeggen, dansen! Jij moet even meekomen in de auto, we moeten heel kort doen. Ik heb een auto! We kunnen! Ja, oh, moeten we uitstappen, moeten we eens uitstappen. Ik heb een auto gekocht. Ja, deze is van mij. Mooi man. Nick, bedankt hè! Bedankt meneer! Wat vind je van mijn auto? Ik weet het niet. Oh, hey! Gerard, wat gebeurt er, jongen? Gerard! Toos, wat moet je dan doen? Toos! Toos! Oh nee, Gerard, wat moet je doen? Gerard is aan het limbo dan. Oh nee. Gerard is aan het limbo dan. Of heeft hij weer een drankje weer? Gerard, toch gaat het? Gerard. Wat is dit, jongens? Gerard, jongen. Ga hem even wakker schudden. Gerard. Oh nee. Hij is er weer. Gaat het, Gerard? Gerard, jongen. Gerard, ik kan weer. Gerard, jongen. Gaat het, Gerard? Toos. Gaat het, Gerard? Oh ja. Okay. Henke, wat heb jij gedaan? Oh, ja, ik weet het niet. Henke, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik voel me helemaal opgefrist. Nick, ja. De cocaïne heb jij gesnoven. Toos, ga je er even in? Ja, ik ga er weer in. Henke, eruit. Wat gebeurt er hier? Ik weet het niet. Ah, ik voel me echt even niet goed ofzo. Jij hebt wel even een opvriezertje gekregen. Dat is zoiets wel, ja. Hallo, Maris. Ik kom niet meer bij, hè. Nee, ik ook niet. Ik moest even huilen. Ga maar deze naar pimpen. Ja. Oké. Okay. Gaan we deze pimpen. Maar heb je de sleutels ook gekregen? Ja, kijk maar. Oh, kijk, er is een gevecht gaande daar. Lastig te maken. Nee, dat doe ik niet. Stop nou eens, jongen. Waarom krijg je bij de kop? Doe me, jongen. Waarom krijg je in het stop? Henkie. Dat is even. Daar ga je weg, ik wil je weg. Ga er nou in. Hij staat niet. Ga je even op de stoep staan? Ja, ik wil instappen, maar wacht, kijk, nu ga ik instappen. Henkie, heb je al plannen voor deze auto? Nee, maar ik improviseer altijd. Hoezo heb je geen plannen voor deze auto? Nou, ik improviseer altijd een beetje. Ik krijg een melding. Ik heb een boete voor illegaal parkeren. Echt? Maar waar heb je geparkeerd? Bij het politiebureau. Wat doe je nou? Oh, dat is een ziekenhuis. Waarom ben je nou bij het ziekenhuis? Dat weet ik toch niet, automatisme. Jij doet altijd pijn of zo. Nee, al die kopstoten, wat denk je zelf? Nou, dat ingedeukte schedel natuurlijk. Ja, maar die was al ingedeukt. Ja, oké. Oké, Toos, of zo ga jij zitten en dan ga ik met Gerard een beetje monteren. Dan zit jij in de auto en dan kan jij onze keuzes bekijken, oké? Ik moet hem eerst repareren, maar. Ik kwam je tegen. Oh wee yo! Ik zag je beven. Oh wee yo! Henkie aan de monteren. Oh wee yo! Heb je Henkie voor mij? Heb je Henkie voor mij? Heb je tijd voor me vrij? Heb je Henkie voor mij? Ik monteer hem nu. Ga jij maar gewoon in de tussentijd kijken. Nee, kan nog niet. Ik moet helemaal bij 3-4 seconden. Oh. Er zat een deukje in, dat deed niet moeilijk. Zo, hoppakee. Alsjeblieft. Ja, en hij is klaar. Hoppakee. Dat heb je goed gedaan, Henkie. Ja, goed voor mij, hè. Ja, okay. Henkie, wat ik ga onderdelen uitzoeken. Ja, is goed. Doe jij die monteren? Dat kan goed zo kan ik ook werken. Ik ga op magische wijze te werk, Gerard, doe maar dicht. Heb je al keuze kunnen maken? Ja, Gerard moet keuze, jullie moeten keuze maken, ik monteer het. Ja, wat moeten we doen, wat willen wij, Henkie? Nou, oké, we kunnen eerst gaan kijken naar de banden. Willen jullie dat? Ja, de banden zijn belangrijk. Dus ik heb een assortiment uit een aantal banden heb ik hier voor jullie. Die ik kan gebruiken hiervoor. Dus we zullen even goed naar de banden gaan kijken. Een notitieblokje erbij pakken. Deze? Dan heb ik deze band als eerste assortiment. Dan heb ik deze band als tweede assortiment. Deze vind ik ook niet zo mooi. Deze vind ik ook niet zo mooi. Deze vind ik ook niet zo mooi. Die ook niet zo mooi. 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 Deze is mooi. Oké. Dus zie ik jullie bandenkeuze? Ja, deze willen we, Henkie. Ja, even lekker slaan. Zo, aan alle kanten. Hier één kant. Ik ben super snel. Nog een kleurtje erop. Hier, hoppakee. Banden zitten erop. Snel ben ik, hè. Volgens mij kan ik hier wel een spoilertje op monteren. Als jullie dat willen. Ja, maar dat ik ga hem ook niet inderdaad omspuiten. Dat doe ik niet aan, want ik vind de roze veel te mooi. Ik kan deze erop monteren. Ik heb hem ook in het roze voor jullie. Ik heb deze voor jullie. Die is wat groter, wat grover. Nou, ik heb deze. Die is het mooiste, vind ik. Die is het roze. En vanaf die gaan we weer naar zo. En dan heb ik een hele grote hier voor jullie klaarstaan.
Die grote rotsen vond ik wel mooi. Nee, ik zou de grote rotsen nemen. Oké, die zal ik even monteren. Geef me even. Heb je nog andere uitlaten, Henkie? Kijk, ja, ik heb andere uitlaten. Kijk, je hebt nu deze grote ronde. Deze, die stikt er helemaal bovenuit. Die vond ik persoonlijk ook wel cool. Deze zit een soort blauwe gloed eroverheen. En persoonlijk vind ik de grootste wat leukst. Ja, wil jullie die? Oké, dan monteer ik die er even onder. Wil je een motorkap monteren? Ja, kan dat. Natuurlijk kan dat. Ik kan hem monteren zoals jullie willen. Ik heb hier twee geraden gladde dingetjes erop. Vinden mensen erg cool. Dan heb je nog een soort roestversie. Een roestbakkie. Ja, daar gaat hij sneller van dit. Dat is ook wel mooi. Ja, dat is ook wel mooi. En verder? Zullen we even, heel even verder kijken nog? Dat is het. Oh, nou dan denk ik dat dit de mooiste optie is. Dit vind ik ook wel mooi. Ga jij even verder, Fink? Ik zal wel even, nou weet je, ik verf, ik kras wel even met de mes overheen gooien naar wat water en zo. Kan ik wel mee helpen, toch? Ja, een beetje krassen gewoon. Kan ik daarmee helpen? Ja, tuurlijk. Gewoon een beetje krassen en erop stampen en... Zo. Dat soort onzin. We kunnen nog wel wat bovenop de auto zetten mogelijk. Dan hebben we deze, die is ook wat ouderwets. En dan hebben we deze. En ik snap niet wat de bedoeling is van deze, maar ik vind hem heel cool. Dat is de verwarming! Ik vind deze ook wel mooi. Dat is de verwarming. Dat is de verwarming voor buiten, dat we de buitenwereld lekker opwarmen. Ja, ik kan ook wel wat op het dak zetten als jullie willen hoor. Ik heb een assortiment. Hier hebben we al jullie spulletjes kwijt kunnen. Een antenne. Een roestbak die er bovenop kan, die vind ik ook wel leuk. Dat en hier met heel veel spullen. Wat heb je nog meer? Die is ook wel leuk! Dat is ook leuk! Gaan we surfen? Nee, ik vond persoonlijk de twee fietsen het leukst. Ja, deze ook wel. Ja, ik zou deze het leukst vinden. Krijgen we die fietsen dan erbij? Ja, die mag je hebben. Daar kan je ook lekker op zitten. Ja, dan doen we dat, Gerard. Doe deze. De raampjes kleurtje geven. Doe maar helemaal donker. Heb je dat Kiet? Ja, ik kan er wel van blazen met mijn... Deze! Zo, ik heb nu zes donker. Ik heb zo'n vies adem dat de ramen die blinderen er altijd van voor een of andere reden. Het is maar net wat jullie willen. Ga er maar snel doorheen. Ik zet deze is ook wel mooi, hè? Ja. Zullen we deze doen? Die vind ik ook wel leuk. Deze is leuk, hè? Toppie joppie. Dan kunnen we nu altijd overal gaan fietsen, Gerard. Waar moeten we je afzetten, Henkie? Doe maar bij Blokkenpark. Welkom, vlammetjes! Ja, zo cool, dan! Ik heb een super snel gemonteerd voor jullie. Oh nee! Jullie hebben afgereden! Gaat het nog goed met u, meneer? Gaat het, meneer? Het gaat al met hem, joh. Het kan wel door. Succes! Zie het hier bij Blokkenpark, allemaal nieuwe natuur. Ja, kijk maar bij de garage hier links. Oh, wat mooi! Nou, dat vind ik heel leuk gedaan, dat hier nieuwe natuur zit en zo. Dus wij dachten, we gaan binnenkort als Toos en Gerard als tuinman. Ja, tuinmannen. Alles een knippen. Oh, dat snap ik. Gewoon even de hele natuur een beetje opschonen. Hallo! Nou, je net echt. Zo, zet me hier maar af. Wat nou, jongens, een mooie auto. Fijne dag! Henkie, ik ga je even bedanken. Ja, ik ook. Hier mag je me bedanken. Even wachten op Gerard hoor, want dan komt Denise ook aan. Hallo Henkie! Hey Denise! Hey! Waar deed je dat nou? Waarom deed je dat nou? En dat noem je dan een muts. Nou, dat vind ik ook een beetje stom dat ze die kopstoot had gaf. Gerard, ik wil je hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt voor vandaag. Geef ons even een knuffel, jongens. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Even een groepsknuffel. Even groepsknuffel. Henkie, ja? Ik wil je bedanken voor de enorme korting. Ja, wij ook. Geen probleem. Echt, het was hartstikke gezellig. Het was heel leuk. Ik vond het helemaal top. Wij ook. En wij gaan even fietsen. Jullie gaan fietsen. Ja, veel plezier met fietsen. Hebben jullie nog wat tegen mij te zeggen? Hoppie doppie rotsvans! Waarom deed je dat nou? Waarom, wat doen jullie nou? Nou, het zal wel. Doei! Nou kijk eens, bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal eventjes. En dan meestal spreek ik jullie later. Maar dat doe ik dan volgende keer ook wel weer. Ik spreek jullie volgende keer alweer later. En abonneer allemaal eventjes. En zeg even dat je geabonneerd bent. Dan geef ik misschien je reactie wel een hartje. Dat is leuk! Dankjewel voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water. Tot de volgende keer. Doei! Yeah.